Wellicht was het u al opgevallen. De kerkklok van de Lidse Sint-Lambertuskerk geeft constant dezelfde tijd aan. Een deel van het mechaniek, dat dateert van begin 1900, is versleten. Volgens kapelaan Sipco van der Vinnen is er een bedrag van 2.000 à 3.000 euro nodig om de klok weer werkend te krijgen. De prioriteit van de parochie ligt op dit moment alleen niet bij het uurwerk. Eerst krijgen de kerkdeuren en de pastorie een nieuw likje verf. In het najaar wordt de klok aangepakt. Dan wordt het uurwerk vervangen en komt een nieuwe verlichting in te hangen. Het is voor de inwoners van Lid dus raadzaam de komende tijd een eigen uurwerk mee van huis te nemen.